Een exclusief platencontract bij een van de grootste labels ter wereld. Eigenlijk moet ik natuurlijk voor jullie applaudisseren, want jullie zijn allemaal door! Yeah! En omdat ik er morgen helaas niet bij ben en jullie achterlaat in de liefdevolle armen van mijn collega's, vrienden, heb ik voor jullie wel een opdracht. We gaan jullie indelen in trio's. Behalve de groepen. Die hebben het al moeilijk genoeg. Dus die blijven als groep bij elkaar. Straks zie je op die borden in welk trio je bent ingedeeld. En daar staan de cassette-recorders met de nummers. Ik kan je nu al vertellen, een aantal van die nummers zijn een ramp. Dus zorg dat je een goed nummer vindt. Je gaat morgen optreden als trio, maar je wordt natuurlijk afzonderlijk beoordeeld. Zijn jullie er klaar voor? Ja! 4, 3, 2, 1, go! Als eerste vliegt de categorie groepen uit de startblokken. Ze willen allemaal het meest ideale liedje bemachtigen voor de opdracht. En dan zijn de andere drie categorieën aan de beurt. Zij zullen eerst willen weten met wie ze zijn ingedeeld om een liedje als trio te zingen. En daar hangt natuurlijk veel van af, want ook na vandaag zal voor een groot deel van de kandidaten X-Factor hier eindigen. Er is heel weinig voorbereidingstijd. En deze trio-ronde is een van de lastigste opdrachten. De meeste kandidaten zingen solo en zullen nu samen met anderen een liedje moeten instuderen. Dat betekent stemmen verdelen. En dus ook erachter komen dat sommige stemmen niet bij elkaar passen. Concentreren en repeteren. Iedereen repeteert op zijn eigen manier. En nu werden de kandidaten gedwongen om met anderen samen te werken. Niet altijd makkelijk. Hoe was jullie nacht, mannen? Onze nacht was kort. Ja, dat, zo hoort het ook, hè? Ja, precies. Ik moet natuurlijk wel eventjes goed voorbereiden voor vandaag. Ja, en hoe hebben jullie dat gedaan? De tekst even goed evenredig verdeeld, dat iedereen wel even zijn momentje heeft om gewoon iets te kunnen laten horen. Ferry, Sjoerd en Rolf zijn onderweg naar de zaal om hun deelname aan X-Factor veilig te stellen. De juryleden zullen elk van hen individueel beoordelen en rekening houden met het voorkeurslijstje van Angela. De jongens hebben keihard gerepeteerd, maar is het voldoende? Dag heren, neem eens even diep adem. Inademen en uitademen. Zijn jullie ontspannen? Heel veel succes. I'm holding on a rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. Ja, dit voelt wel echt als een laatste kans. Ik bedoel, deze moet ik dan echt pakken. Als ik het nu verpest, dan lig ik eruit en dan heb ik mijn kansen verspeeld. You tell me that you're sorry, then you go and cut me down. Rolf, laat ik met jou beginnen. Je hebt echt een heel fijn, warm geluid. Echt heel herkenbaar. Het is wel een geluid waar je verliefd op kan worden. Drie jongens die eigenlijk wel bij de top horen. Sjoerd, matig begonnen, maar jouw liedstukje was gewoon hartstikke goed. Het beste van de drie. Ferry, jouw eerste auditie in de HMH, dat was gewoon helemaal te gek. En nu heb je de laatste tijd hier steeds iets afstandelijks over je. In plaats van dat je uitnodigend bent, hou je me op afstand. En dan denk ik, ja, weet je, hij moet gewoon mij inpakken.
En dat doe je eigenlijk nu alleen even met een heel klein stukje zang. Maar verder sta je toch een beetje zo... Nou, ik heb mijn bril op en ik heb een sjaal op. Maar verder geloof ik het wel. Maar dat vind ik niet boeiend. Ik wil gewoon iemand zien die werkt op het podium. Dank je wel. Bedankt. Dank jullie wel. Zo, mannen. Zo. Yes. Ja. Ja. Wat is er? Nou, ik ben echt gewoon zo teleurgesteld. Het, gewoon niet in de jongens, hoor. Want ze waren echt top, zoals bij de... Maar gewoon net niet, gewoon voor mij. Alle jongens hebben opgetreden en de jury trekt zich weer terug voor overleg. Ja, daar gaan we dan. Fiddy ook tegenvallen vandaag. Vandaag wel, ja. Maar hij gaat gewoon door. Ik wil eigenlijk deze twee... Ja, dat vind ik wel goed. Wil ik nog even doen. Ja, laat maar doen. Boys, we willen Sjoerd en Fiddy. Ferry en Sjoerd moeten naar de jurykamer. En ze kunnen bijna niet anders dan nattigheid voelen. Hallo boys. Hi. Heb je geen bril meer? Nee, die heb ik even afgehaald. Maar kun je dan wel goed zien? Het is een neppert. Oh, dat is een neppert. Het zijn allemaal neppers. Kun je die sjaal dan ook even afdoen? De sjaal kan ook afdoen. Nee, doe heel eventjes. De sjaal zal ik nooit meer omdoen. Nou, nou, dat maakt niet uit. Nee, ik mag niet nooit meer. Maar weet je, er komt nu gewoon een normale jongen tevoorschijn. We hebben een probleem. Jullie categorie is sterk. Jullie staan er niet zonder reden. We hebben nog één plek. En twee hele goede zangers. Maar we willen graag vragen of jullie allebei nog een stukje a cappella willen zingen voor ons. Dus het is een heel belangrijk moment. Oké, Sjoerd, dan mag jij beginnen. Well, I'm sure it never used to be so hard, this hard. Oh, I'm so tired over beating myself. Beating myself up. Gonna take a trip and multiply. Oh, no. Dank je. Dank je wel. Ferry. Sorry, ik heb heel even... Heb je het even niet? Neem je moment. Niet te goed af. Ontspan even rustig aan. Doe rustig aan, jongen. Nee, maar gewoon net ook. En nu weer. Rustig aan, rustig aan. Door je neus in... Uit je mond. Het is ook zwaar. Dag 2 van de X-Campus. De jongens hebben allemaal in trio's opgetreden. En rekening houdend met Angela's voorkeur bleek er oneenigheid over Sjoerd en Ferry. In de jurykamer heeft Sjoerd opnieuw gezongen. En nu is de beurt aan... Ferry. Sorry, ik heb heel even... Heb je het even niet? Neem je moment. Niet te goed af. Ja. Doe rustig aan, jongen. Nee, maar gewoon net ook. En nu weer. Rustig aan, rustig aan. Door je neus in, uit je mond. Maar waar heb je het nou moeilijk mee dan? Hé? Hey? Met druk, denk ik. Ja, het is toch een... Het is natuurlijk een heftige druk. Wil je slokje water? Graag, heel graag. Het is ook echt niet te geloven. Ja, sorry, wat een drama. Hebben jullie ook van een tissue hier? Ga even in bad, eerst even lekker liggen. Echt, Gordon zegt drama queen, nee, maar we weten het allemaal. Schat, je bent niet doorgelopen, niks, je hebt geen mascara, ga staan. Ja. Sing for your life, kom op. Look at me. Look at me. I... am changing, and I'll be better than I am, but I need a friend, I need a hand. It's okay. Dankjewel. Okay, boys. Ontzettend bedankt. Dankjewel. U hoort straks. Sjoerd is woedend. Het besluit van de jury om hem opnieuw te laten zingen is hem rauw op zijn dak komen vallen. Ik ga echt niks zeggen. Terwijl Sjoerd, wellicht terecht, even stoom afblaast, is Ferry zijn zoveelste zenuwinzinking nabij. En ik gun het Sjoerd zo erg. Maar je hebt toch wel... Het gaat voor mij echt net even een tandje te ver. Ja, mij niet. Voor mij echt helemaal over de top. Ja, heerlijk. Ik hou ervan. Nee. Gaat wel te ver. Ik vind het ook echt te ver gaan. Ik vind het echt te ver. Je moet op een gegeven moment wel... Je moet je kunnen vermannen. En als ik zijn coach zou zijn, zou ik nu al de bibbers krijgen. Dan denk je, ja, god, nee, deze ik niet. Jongen kan fantastisch zingen. Zonder fratsen. Oké, maar heeft hij de X-factor?
En dan moesten we gewoon tegen elkaar. En dan moesten we gewoon gaan zingen. En dan kijken wie kijken wie ze het beter vonden. En dat vind ik gewoon niet cool. Ja, maar liever, dat was op het podium ook, hè? Dan sta, ja, dan, was... dan sta je wel gezellig met z'n drieën, maar dan bekijken ze je ook individueel. Dat is dus heel zwaar. Omdat ik, weet je, ik gun het. Hoe ging het nu voor jou? Het ging nu echt zo verschrikkelijk goed. Voor mijn gevoel. Nee, maar... En dat is heel stom, maar het ging nu echt heel goed. Het ging, dat is heel stom, maar het ging nu echt... Sorry. Maar het ging nu gewoon echt heel goed, omdat ik nu zoiets had van... Maar eigenlijk ben je nu verdrietig om Sjoerd. Ja. Hello. Chill. Ja, het is chill. Chillen. Je bent hier wel voor jezelf, niet voor Sjoerd. Nee. Het laatste trio dat optrad is ook als laatste aan de beurt om het eindoordeel van de jury te horen. Sjoerd, Ferry en Rolf willen alle drie dolgraag door, maar voor één van hen zit dat er niet in. Rolf, zou jij naar de X willen lopen? Wij geloven er wel in. Je bent door naar de volgende ronde, Rolf. Nou, in. Nu al. Nou. Ik zie je weer een keertje lachen. Ja, eindelijk, hè? Ja. Nu komt de lol er weer uit. Oh, ja. Dat begrijp ik wel. Sjoerd en Ferry, jullie mogen samen naar de X komen. En het was bijna een soort mishandeling wat we net deden in de jury-torenkamer. Dat was eigenlijk niet te doen. Het was behoorlijk stress. En dan gaat het erom, hoe deal je daarmee als artiest? Je moet stressbestendig zijn. Ja, Sjoerd, daar ging jij een stuk beter mee om. Gordon noemde Ferry een drama queen. Was dat ook wel een beetje, hè, met je tissue? Muziek is emotie. Muziek is emoties overbrengen. En dat kan jij wel goed. Degene die door is... is Ferry. Shit, ik ben door. Helaas, helaas. Ja, zit erop. Het is natuurlijk teleurstelling. Maar ze zeiden gewoon vandaag en gisteren dat ze mij de beste vonden. Van de jongens. Het was balen, hè? Ja. Maar ik ben gewoon door en eigenlijk wil ik echt heel erg hard schreeuwen. Maar dat kan ik niet maken tegen ons. Dat mag wel even. Ja. Ga lekker schreeuwen. Ja, mag ik schreeuwen? En dan gaan er onder andere een drama queen gaat dan door. Nou, ik heb helemaal niks tegen. Ik gun het hem echt heel erg, hoor. Maar ik snap het dan gewoon niet. Nee. So be it. Ik bedoel, ja. Je had graag verder gewild, hè? Ja, sowieso, natuurlijk. Ja. Maar it is what it is. Ja. De kandidaten zijn per categorie in een kamer ingedeeld. Nee. Zij weten niet wie zometeen de deur opendoet. En jullie weten niet wie daar op jullie wacht. Mijn voorkeur gaat uit naar Angela, omdat ze me heel aardig lijkt en een goede coach. Stacy. I feel like I could relate to Stacy. Angela heeft een heel pakket verkeersovertredingen begaan om dit speciale moment alsnog mee te kunnen maken. De vier juryleden worden nu naar de deuren geleid waar hun namen op staan. Maar wie zitten er achter welke deur? Ik vind het super cool. Waarom ik het super cool vind, I don't know. Ik ben echt blij met hem. Hij kan ons heel veel kennis overbrengen, zeker. Daar ben ik echt overtuigd van. En hij is ook zelf ontzettend goed. Dus... En het winnende team. That's for sure. Goed.